Niet van brood alleen leeft de mens, maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt. De Heer zij met u. En met uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Lof zij Christus. In die tijd ging Jezus, vervuld van de Heilige Geest, weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar hij 40 dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at hij niets en toen ze voorbij waren, kreeg hij honger. De duivel zei nu tot hem, als gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert. Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Daarop voerde de duivel hem omhoog en toonde hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld. En de duivel sprak tot hem, ik zal u alle macht geven over deze heerlijke gebieden, want ze zijn mij geschonken en ik geef ze aan wie ik wil. Als gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal dat alles van u zijn. Toen antwoordde Jezus hem, er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Daarna bracht de duivel hem naar Jeruzalem, plaatste hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot hem, als gij de Zoon van God zijt, werp u dan vanaf deze plaats naar beneden, want er staat geschreven, aan zijn engelen zal hij omtrent u het bevel geven, u te beschermen, en ze zullen u op de handen nemen, opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord, er is gezegd, gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Toen gaf de duivel al zijn pogingen om hem te verleiden op, en hij verwijderde zich van hem tot de vastgestelde tijd. Woord van de Heer. Lof zij Christus. Mogen door de woorden van het evangelie onze zonden worden uitgewist. Jezus is de barmhartigheid zelf en het moment waarop wij bij uitstek zien dat hij barmhartig is, is aan het kruis als hij sterft. En de woorden die vanaf het kruis gesproken worden, zijn dan ook woorden die voortkomen uit de barmhartigheid, de kruiswoorden van Jezus. Het jaar van barmhartigheid, de werken van barmhartigheid, horen we voortdurend. Het zijn er maar liefst 14. 7 materiële, 7 geestelijke werken van barmhartigheid. Ze zijn afgeleid van woorden en handelingen die Jezus zelf verricht heeft. Dus ze komen ook voort uit de barmhartigheid van Jezus. Daarom horen ze bij elkaar, de woorden aan het kruis en de werken van barmhartigheid. We moeten ze niet uit elkaar houden. Als we alleen over de woorden aan het kruis gaan nadenken, kan dat te beschouwend blijven. En het is de vraag of die beschouwing ons werkelijk aanzet tot daden. Het kan misschien zelfs wat te abstract overkomen. Aan de andere kant, als we alleen de werken van barmhartigheid onder het voetlicht plaatsen, is er weer het risico dat we als Hollanders iets gaan doen en Jezus vergeten. En ook dat is niet mogelijk. De werken van barmhartigheid zijn maar ten volle te realiseren in verbondenheid met de gekruisigde Christus. En zo kunnen de woorden die hij sprak vanaf het kruis de werken van barmhartigheid belichten en andersom de werken van barmhartigheid verduidelijken de betekenis van die 7 woorden die Jezus vanaf het kruis heeft gesproken. Ze horen bij elkaar. En wat we zullen proberen te doen, is dat een beetje aan te geven, zodat we hopelijk weer opnieuw geraakt worden door de barmhartige liefde van de gekruisigde en van daaruit begrijpen hoe belangrijk het is om ook die werken van barmhartigheid proberen te realiseren. 40 dagen was Jezus in de woestijn en hij kreeg honger. En de duivel was er meteen bij. En als de Heer weer woord heeft gegeven aan zijn beproevingen, gaat de duivel weg tot de vastgestelde tijd. En dat is die Goede Vrijdag,
dat is de vastgestelde tijd waarop de duivel in volle kracht terugkeert. En op die Goede Vrijdag horen we Jezus wat anders zeggen. Geen honger meer, maar hij heeft dorst. Ik heb dorst, riep Jezus vanaf het kruis. En natuurlijk, we kunnen ons dat voorstellen. Zijn lichaam was zodanig mishandeld, het was uitgeput. En dan in de hitte van de dag, hangend aan het kruis, natuurlijk heeft hij dorst. Er was hem al een beetje te drinken aangeboden, wijn met alsem gemengd, een soort verdovingsmiddel. Dat heeft hij geweigerd. Maar vanaf het kruis roept hij dipso in het Grieks, ik heb dorst. En er is een Romein die een spons neemt, in het water doopt, op de punt van zijn lans zet en zo even de lippen van Jezus aanraakt. Dat lest de dorst van Jezus natuurlijk niet. Maar toch is dat gebaar voldoende geweest. Want het was een gebaar van compassie. De barmhartigheid van Jezus werd beantwoord met een werk van barmhartigheid. En zo heeft Jezus dat ook ontvangen. En we kunnen vermoeden dat deze soldaat die dit gedaan heeft niet wetend wie Jezus was, later de genade van het geloof heeft ontvangen, omwille van deze daad van compassie aan de Heer verricht. Ik heb dorst, zei Jezus. Maar natuurlijk, omdat hij God is, is het niet alleen de dorst van zijn lichaam die hij op dat moment leidt, maar het is woord van openbaring. Hierin spreekt God dat God dorst heeft, en dat op twee manieren. Als eerste is het de dorst van God naar onze liefde. En ten tweede is het de hele dorst van heel de mensheid die de mensheid leidt, die mensen lijden, die hier samenkomen in dit dorstlijden van Jezus, die waarlijk God is, die waarlijk mens is geworden. Een God die zijn dorst uitspreekt. Een woord dat niets anders zegt dan wat de drie eenheid vanaf het begin van de schepping en van de schepping van de mens heeft gezegd. Wij houden van jullie. God die verlangt dat wij zijn liefde ontvangen, dat wij zijn liefde beantwoorden. En de dorst die Jezus vanaf het kruis uitspreekt, is dus een dorst naar mensen die allereerst zijn barmhartige liefde ontvangen, zijn zelfgave ontvangen, langs de kerk hem in de Eucharistie gaan ontvangen. Een dorst naar harten die openstaan voor zijn zelfgave. Een dorst naar harten die bereid zijn om te zoeken hoe ze die liefde kunnen beantwoorden. Een dorst naar harten die hun leven terugschenken aan hem. Een dorst naar harten die bereid zijn om de weg naar de kerk te gaan en in de kerk die weg verder te gaan naar de heiligheid. Het is de dorst van een God die ons het grootste geluk gunt. Maar een God die tegelijkertijd weet dat dat grootste geluk hier op aarde niet te vinden is. En tegelijkertijd is ons hart daar wel voor gemaakt. Ons hart dorst naar de liefde van God. En Gods hart dorst naar onze liefde. En die dorst in ons hart, die moet vrijkomen. Zodat we hem werkelijk gaan zoeken. Werkelijk verlangen hem beter te leren kennen. Zelfs bereid zijn met Maria en Johannes aan de voet van het kruis te gaan staan. Daar waar zijn dorst het meest duidelijk is geworden. En ook waar hij het meest zichzelf aan ons schenkt. Om die dorst van ons hart te lessen. En de 40 dagen tijd is eigenlijk een oproep dat we die dorst van ons hart niet gaan lessen met surrogaten, met afleiding, met een soort verdoving die we daarin leggen, met voortdurend maar plezier zoeken in dit leven, maar die dorst toe te laten, hoe pijnlijk dat soms ook kan zijn, omdat die niet direct gelest zal worden. Het kan ook iets onrustigs geven. Het kan ons loswrikken van de positie waarin we zijn. Op weg brengen door een woestijn heen. Maar we gaan op weg naar Jezus. We gaan op weg naar dat moment dat hij op een of andere wijze iets in ons hart zal laten neerdalen. Waardoor we weten, we zijn op de goede weg. Onze dorst naar hem wordt een beetje gelest. En zal tegelijkertijd weer een grotere dorst naar hem oproepen. En Jezus aan het kruis, niet alleen draagt hij alle zonden,
maar hij draagt ook al het lijden van de mensen, vanaf het eerste moment van het lijden tot het laatste moment van het lijden dat er in de mensheid zal zijn. Hij draagt het allemaal, die uren daar aan het kruis. Hij is immers God, God de Zoon, mens geworden. En in dat lijden draagt hij ook de dorst van zovelen de eeuwen door. De pijnlijke dorst. De dorst die mensen op de rand van de dood brengt. Of zelfs daaroverheen leidt. Ook dat draagt hij aan het kruis. En hij roept namens al die mensen, ik heb dorst. En dan begrijpen we ook waarom hij tot een werk van barmhartigheid heeft gemaakt. De dorstigen laven. Zorgen dat de dorst gestild wordt van deze mensen. De lichamelijke dorst. De dorst naar een menswaardig bestaan. Het is niet alleen de dorstige laven. Het is ook de hongerigen spijzen en de naakte kleden. Iedere mens op deze wereld, geschapen naar beeld en gelijkenis van God, heeft recht op het minimale aan een menswaardig bestaan. Kleding, eten, drinken, een dak, vrijheid. En Jezus, die spoort zijn kerk aan om daar voortdurend ook aan te werken. En de werken van barmhartigheid vragen van ons om daarin mee te werken. Veraf en dichtbij. Veraf door, waar het voor ons mogelijk is, de goede katholieke projecten te steunen die de mensen ter plekke helpen die in deze nood verkeren. Dichtbij doordat wij alert worden waar we deze dorst kunnen opsporen in onze omgeving. En natuurlijk, het zou hier veel minder gaan om mensen die werkelijk lichamelijk dorst hebben. Het gaat er niet om dat we altijd een flesje drinken bij ons hebben, mocht het eens voorkomen. Nee, we begrijpen allemaal dat het hier om een andere dorst gaat. Een dorst van mensen naar wat tijd, naar wat aandacht, naar begrip, naar een luisterend oor. Een dorst misschien naar vergeving, naar verzoening, wat we zelf nog niet voorheen hadden waargenomen. Een dorst naar vriendschap enzovoort. We kunnen het eindeloos invullen en dan gaan we het ook tegenkomen. En dan is het de vraag hoe we daarop ingaan. Of we daar werkelijk in deze 40 dagen tijd iets mee gaan doen. Altijd omwille van die kreet die Jezus heeft gesproken. Want dat woord mij dorst, ik heb dorst. Het is zo'n krachtig woord dat het blijft klinken in onze gedachten. Zeker deze week. Ik heb dorst, zegt Jezus. En het is nu aan ons om die stem te gaan beluisteren. Misschien is er de komende dagen iemand die ons aanschiet of die ons opbelt en zegt, kan je even langskomen? En wat is dan onze eerste reactie? Vaak pakken we onze agenda en zeggen we, ja, het komt nou even niet uit, of ik heb het zo druk, of dit of dat. Totdat we ineens denken, maar eigenlijk hoor ik zeggen, ik heb dorst. En dan gaan we er op een andere manier mee om. Maar niet alleen daar, ook als we 's avonds zitten en het is even stil en we willen weer die televisie aanzetten. Misschien is er dan iets in ons dat zegt, ga eens rustig bidden. En dan pakken we toch weer die afstandsbediening, totdat we ineens horen, ik heb dorst. Jezus, die dorst naar ons gebed, die dorst naar een uurtje aanbidding, die ernaar dorst dat we misschien een keertje extra naar de mis komen. Maar door die uitnodiging heen, dat woordje te beluisteren, zowel als mensen een beroep op ons doen, als wel de Heer die in ons hart aanklopt met dezelfde roep, ik heb dorst. Jezus, 40 dagen was hij in de woestijn. Hij had honger. Aan het kruis, we kunnen zeggen, hij is tot aan het eind der tijden aan het kruis. En blijft zich eucharistisch aan ons schenken. En dat betekent dus dat tot aan het eind der tijden deze kreet zal klinken. Ik heb dorst. Dorst.